hol is, deze armbanden noemen we ook wel schaumgold, schuimgoud. Dat is zo dun uit plaat gemaakt dat ze van binnen werden opgevuld, moesten worden opgevuld met schellak, omdat ze anders te dun waren en te snel beschadigden. En dat schaumgold, dat schuimgoud, dan zie je ook aan de achterkant, zie je altijd gaatjes in die schakel zitten. Omdat je als je het gaat solderen, zouden ze als ze dicht zouden zijn uit elkaar knappen door de hitte, door de lucht die uitzet. Dus er moet een gaatje in zitten om de hete lucht weg te kunnen laten stromen tijdens het solderen. Dit soort armbanden dateert ook zo van rond 1840, 1850. En er is heel weinig van bewaard gebleven, omdat je het bijna niet kunt solderen als het kapot gaat. Heel kwetsbaar. Het is heel snel kapot. En je kunt dat schellak kun je tegenwoordig niet meer laten maken. Het zal misschien wel kunnen, maar heel weinig mensen doen dat. Wat u hier ziet, is eigenlijk de voorloper van wat we tegenwoordig de Jasseron-ketting noemen. Jasseron betekent in het Frans maliënkolder. Nou, dit doet denken aan een maliënkolder. Het zijn oogjes die in elkaar grijpen en dat gebruiken wij nog voor onze Jasseron-kettingen. Mooiste armband. Ja, prachtig. Ja,